Wat maakt jou nou zo sexy, denk je? Ja, wat maakt mij nou zo sexy? Vertel jij het mij nou. Ja, wat zegt Jan bijvoorbeeld? Ja, Jan die vindt mij het meest sexy 's ochtends, dus dan zal het niet aan alle poespas liggen, denk ik. Ik denk dat het echt een gevoel is van binnen. Als iemand straalt en op een bepaalde manier uit zijn ogen kijkt, ik denk dat dat sexy is. De FHM Awards vanavond. Ja. 2 keer heeft Jolanthe de grote prijs binnengesleept. Wat maakt haar zo'n sexy vrouw volgens jou? Nou ja, ik ken haar natuurlijk ook wel een beetje, omdat het mijn collega is. Maar ja, zij straalt gewoon sexy uit. En ze is gewoon, ook qua innerlijk, is ze gewoon een sexy persoon. Dus ik begrijp heel erg goed dat zij al 2 keer heeft gewonnen. En als ze dit jaar mee had kunnen doen, had ze dit jaar weer gewonnen, weet ik zeker. Wat maakt haar zo sexy? Ja, de uitstraling, denk ik. Ja. En haar mooie krullende haren en zo. En, toch een beetje dat Spaanse. Ik kan me heel goed voorstellen dat mannen dat wel... sexy. Ik denk haar uitstraling voornamelijk. Dat ze gewoon, ze weet van zichzelf dat ze mooi is. En dat zelfverzekerdheid straalt ze uit. Dat vind ik mooi. Wie vind jij een bekende sexy vrouw? Ik vind Kate Blanchett een enorm sexy vrouw. Heel goed in haar vak. En heel aantrekkelijk, heel mooi. Heel, ja, ik vind haar echt heel vrouwelijk. En zonder dat het te wulps is of zo. Ik vind Gigi Ravelli vind ik wel heel erg mooi. En die heeft ook in de FHM gestaan. Dus ik denk dat dat wel een grote kanshebber is voor vanavond. En wat maakt haar zo sexy of mooi volgens jou? Ook weer een prachtig figuur. En een heel mooi kopje vind ik. Mooie ogen. Ja. Als voorbeeld Chantal Janzen vind ik nog steeds een hele sexy vrouw. Ze is al een paar jaar in de race gezeten. En ik vind dat zij best een keer zou verdienen. Het is gewoon een hele mooie meid. Nicolette van Dam. Vind ik een hele sexy vrouw. Gina Verbaan vind ik ook op haar manier heel sexy. Nou, laat ik een collega noemen. Kim Pieters vind ik een ontzettend mooie vrouw. Ja. Ja, en wat maakt haar zo mooi? Ja, ik vind haar altijd imposant om te zien. Ze is heel groot, dus ze heeft mooie krullen haar. En ze staat altijd goed op foto's. Hoe dan ook, ze staat er altijd mooi op. Ik denk, ja, zij verdient hem. Ik vind persoonlijk een hele sexy vrouw Katja Schuurman. Wil je heel graag winnen? Ja, ik zou het heel leuk vinden, maar het zijn 6 jong talenten en ik vind ze allemaal zo erg mooi. Ja, iedereen verdient het, maar het zou natuurlijk heel leuk zijn als je het wint. Wat maakt jou een sexy vrouw? Mij? Ja, ik heb veel complimenten gehoord over mijn lippen, dus ja, misschien dat dat wel een kenmerk van mij is. Ik weet het niet. Wel, nou, het ziet er goed uit, het ziet er goed uit. Iedere vrouw moet wel een beetje kont hebben. Van hier tot hier ben ik wel tevreden. Ik vind mijn haar heel mooi. Ja, nu heb ik het stijl, normaal natuurlijk krullen. Maar ja, dat vind ik wel mooi. Ik ben ook wel blij met mijn ogen. Nou, winnares van vanavond, toch een van de meest sexy vrouwen van de jongere garde natuurlijk. Hoe voelt het? Ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet lekker voelt. Het is een groot compliment. Ik vond het ook compliment om genomineerd te zijn. Er zijn toch maar 7 mensen genomineerd en dan toch al erbij horen. Maar hem dan winnen, dat is wel echt fantastisch. Ja, super. Nou, vanavond tot mooiste vrouw of meest sexy vrouw van Nederland gebombardeerd. Wat maakt jou nou zo sexy? Het is natuurlijk een beetje moeilijk om van jezelf te zeggen, maar als je nou... Je bent de eerste die dat erbij zegt. Dat vind ik dan wel heel goed. Dat is inderdaad moeilijk om te zeggen. Ik denk ook wel dat het een beetje te maken heeft met wat je uitstraalt of hoe je in het leven staat, denk ik.